Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 11 september 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Om alvast in de stemming te komen voor aanstaande zondag hebben we vanavond maar één onderwerp. De landelijke ballonvossenjacht. Zo'n anderhalf maand geleden zijn bij de Daily Minutes fragmenten van de jacht van 2014 te horen geweest. Vandaag gaan we nog een jaar verder terug, naar 2013. Het moment van de start klonk toen als volgt. Linkbel, pak hem. Ja, Roger. Ik hoop dat het allemaal binnenkomt. Goed zo. Ik loop hier even vlak bij de ballon, die stort af en toe een beetje. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed hoorbaar is. Nou, het gaat zo meteen gebeuren. Ik loop hier over het veld heen. Er zijn al heel wat kijkers. En dat maakt het natuurlijk altijd heel interessant. Op dit moment gaat de ballon naar boven. In die zin, hij wordt uit de ballonvoorhuld gehaald. En iedereen is even druk aan het bellen. Maar ik vervoeg mij eventjes bij Arno. Arno, jij rijdt mee in de volgwagen. Wat ga je daar doen? We gaan, mijn taak is GPS uit de ballon monitoren. Oké, dus er komt GPS uit de ballon en daaruit valt de positie te herleiden. Precies. Oké, prima. Dat is er eigenlijk geen sprake meer van echt pijlen natuurlijk. Nee, voor de organisatie niet, nee. Oké, nou prima. Het is wel handig als we een beetje op tijd bij de landingsplaats zijn, zodat we kunnen bepalen wie er 1, 2 en 3 is. Ja, dat lijkt mij inderdaad heel handig. Ik loop even door naar Maarten. Of nee, Misha natuurlijk, de voorzitter van de stichting Hobbyscoop. Voor de 35e keer. Ja, klopt. En volgens mij zijn de meeste mensen er al een hele tijd bij. Ik krijg telefoon. Oké, nou dat wordt even heel druk. Maarten staat op dit moment met de radiozonde in zijn hand. Ja. Ik ben uiterst benieuwd. Doet alles het? Alles doet het. Ook in de lucht? Ja, maar dat weet ik niet. Dat is afwachten. Dat weet je nooit. Oké. Nou, prima. Even kijken. Richard Rote van het KNMI. Toch wel een van de meest bekendste ballonoplaters van Nederland. Richard, hoe voelt hij? Heel sterk. Ja, trekt hij goed? Ja, hij trekt hartstikke goed hoor. Okay. Dus daar gaat natuurlijk heel wat mee naar boven. Ja. Zo'n kleine 2,5 kilo gaat omhoog. 2,5 kilo. En je had toch iets speciaals op de ballon gemaakt om te kijken of die een beetje stabieler blijft. Kan je dat een beetje uitleggen? Ja hoor, er zit een soort van antennetje erop die eigenlijk de wind eigenlijk moet opvangen. Dat is alles. Oké, perfect. Nou, we zullen het hopen, want er worden natuurlijk ook video-opnames gemaakt vanuit de ballon. En dat levert elk jaar natuurlijk weer hele spectaculaire beelden op. En we proberen in ieder geval de beelden zo stabiel mogelijk te krijgen. Natuurlijk zijn er ook de streams van de camera's te volgen op de website pi6atv.com. We werden net al even geïnformeerd dat er af en toe wat problemen waren met de lood. Nou, dat is even zoals het is. En daarna natuurlijk ook gewoon op ballonvossenjacht.nl. Remco, kan jij een live verslag geven? Dit is PH35BFH. Even live vanuit het veld. Ik weet niet of ik doorkom op dit moment. Laten we hopen van wel. Op dit moment wordt de ballon naar buiten gehaald. En gaat binnen nu en ongeveer misschien een minuut of zo de lucht in. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Richard Rote houdt het bovenste deel vast. Er zit ook nog een radiozonde aan vast. Het ding trekt ontzettend, want er zit heel veel helium in. En op dit moment gaat zometeen de radiozonde gaat ook omhoog. Dit is PH35 Bravo Fox Hotel live vanaf het waarnemveld bij het KNMI in de beeld. De radio, de zonde hangt u boven en de ballonzender gaat u ook langzamerhand naar boven. En als laatste, ongeveer een meter of 20 daaronder, zit de transponder die straks aanspreekbaar is op 432.550 in. En 145 en 145 475 uit. Oké. 2, 1, 0. En hij is nu los, dames en heren. De ballonvossenjacht 2013 voor de 5. De ballon is hier wel boven de wolken uitgestegen. Hoi. Succes met de spul. Dit is PE2TV met beeldgeluid en alles. Morgen hebben we een Engelstalige uitzending. De uitzending van zondag, normaal ook in het Engels, is echter een Nederlandstalige uitzending met ook weer aandacht voor de ballonjacht, maar dan die van die dag. De ballonvossenjacht is dus aanstaande zondag vanaf 1 uur. Denk ook nog even aan de lange uitzending van PA00 Nieuws vanavond om 10:30 op PI3 UTR en op de bijbehorende streams en via Echolink.